Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en alle luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Ree. De schriftlezing is Jozua 1. Mededelingen namens de kerkraad. Ook in deze dienst mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. De aanwezigen worden verzocht niet mee te zingen. Het verlaten van de kerkzaal graag via de vier hoofdingangen. En er zal aan beide zijden een nooduitgang geopend worden. Volgende week zondag 21 juni worden voor de morgendienst de leden van wijk 5 uitgenodigd. En voor de middagdienst de leden van wijk 6. Graag opgeven bij de tweede scriba, broeder Kok. Verdere info vindt u op de zondagsbrief. De podcast van dominee Van der Ree wordt vandaag uitgezonden door de Stilok. Op de zondagsbrief staat deze avond om 21:30. Maar de juiste tijd is vanmiddag om 16:00. De collectes, de eerste en de tweede collecte zijn bestemd voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. In de dienst wordt niet gecollecteerd, maar er wordt verzocht uw collectebijdrage over te maken op het banknummer van de Priëelkerk, zoals op het scherm staat. Als voorzang zingen we nu de Schopenpsalm, Psalm 93, de versen 2 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 111, het eerste en het vierde vers. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het vierde vers, hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Psalm 111, 1 en 4. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we daarmee ons leven zouden richten en onze zonden zouden belijden voor Christus' troon, de troon van zijn genade. En we mogen antwoorden met Psalm 119, daarvan het 17e vers, na de lezing van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten,
maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we nu gaan danken en bidden, de Heere vragen om zijn zegen bij de bediening van het woord. We willen onze dankzegging denken aan familie Verstegen Blankenstein van de Kruiser 13. Wouter en Cynthia die zijn op 8 juni de ouders geworden van een dochter, Eleonora Sophia, en de roepnaam is Eleonora. We willen ook danken in deze dienst voor het afgelopen jeugdwerk en verenigingsseizoen. Normaal gesproken, in gewone omstandigheden, zou deze dienst ook de dienst zijn waarin we dat seizoen afsluiten. Dat doen we vanmorgen ook door middel van het gebed om de Heere de dank te brengen voor de maanden dat we bij elkaar konden komen. We mogen in onze voorbeden denken aan zuster Hoefnagel Post, verblijvend in de Meent, verpleeghuis de Meent. Ze is ziek en haar krachten nemen af. We willen bidden voor broeder Paas van de Diepenbroek Deef 65. Aanstaande dinsdag moet hij geopereerd worden aan zijn stembanden. Operatie die hij een aantal jaren geleden ook al heeft moeten ondergaan. We willen bidden voor de families Van Beek van Galjoen 26 en de Fluvia 2. Een broer is overleden na een periode van ziekte in de leeftijd van 76 jaar. We bidden voor broeder H. van Dijk van de Goudvink 75. Hij is deze week opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten, maar het is de verwachting dat hij vandaag weer naar huis mag terugkeren.
En we bidden voor zuster Engelen Bos. Ze verbleef in de Engelenburg. Vanwege afnemende krachten is zij gisteren overgebracht naar hospice De Wingerd in Amerongen. Ook haar willen we aan de troon van de Here opdragen. Laten we dat nu doen. Here, wij komen tot u aan het begin van de diensten van deze zondag. Aan het begin van deze morgendienst ook. En wij danken u, Here, dat we hier in de kerk aanwezig mogen zijn. Of dat we thuis de dienst hebben aangezet en daar verbonden zijn en met de woordbediening zoals die vanmorgen ook plaats mag vinden en ook verbonden met elkaar. Wij danken u dat we kerk mogen houden, dat uw woord zijn loop heeft, dat het evangelie verkondigd mag worden. Want Here, wij belijden en zingen er ook van dat in het houden van uw geboden grote loon is. En dat als we uw woord en uw wet horen, dat we dan mogen bidden: leer het ons, Heer, de weg door u bepaald, dat we die tot het einde zullen bewaren. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, zodat we op uw wetten mogen staren, ze mogen overdenken, ze mogen vasthouden als een leidraad. Heren, daar hebben wij uw geest bij nodig, dat beseffen we. Daar hebben we ook de verkondiging van uw woord bij nodig, die het ons uitlegt wat uw wetten inhouden. Wat dan die weg is die u ons wijst. En Heer Jezus, wij danken u dat u zelf die weg, op die weg bent voorgegaan. En dat u uw discipelen hebt geroepen om hen, om u na te volgen. Opdat u hen zou leren wat tot vrede dient. Heren, wij hebben uw woord vanmorgen in ons midden. En we mogen dat zo meteen gaan lezen en wij bidden u: geef ons uw zegen bij uw woord. Kom met uw Heilige Geest, hier in de kerk en in onze huiskamers, en spreek tot ons hart. Laat voor ons duidelijk mogen worden wat u vanochtend tegen ons persoonlijk te zeggen hebt. Geef dat we dat mogen toepassen op de dingen die we afgelopen week hebben meegemaakt. Op dat waar we in de komende week naar uitzien of wellicht ook tegenop zien. Dat we het mogen toepassen, Heren, door uw geest gedreven. Op daar waar wij ons bevinden in geestelijk opzicht. Of we dicht bij u zijn, of we dicht bij uw troon leven, Heer Jezus. Of dat we ver bij u vandaan zijn gedwaald wellicht. Eigen wegen gingen. Heren, breng ons daarvan af. Bekeer ons. Doe ons terugkeren tot u. Ja, Heren, wilt u ons ook stilzetten en maak ons maar onrustig. Als we in een stille rust ons eigen leven leven, zonder dat u daarin bent. Heren, wilt u ons dan heilig onrustig maken, opdat we u gaan zoeken. En Heere, u laat zich vinden. Dat heeft u beloofd. En wat u beloofd heeft, dat maakt u waar. Wilt u geven dat ook deze dienst zo een instrument mag zijn in de handen van uw geest? Wilt u uw werk aan ons doen? Heere, wij danken u voor de mogelijkheid die er is, ook al is dat nog altijd op een andere manier, om samen te komen. We zien er naar uit, Heren, dat weer op een ruimere, betere manier kan. Dat we weer met meer hier kunnen zijn, dat we ook weer zouden kunnen zingen met elkaar, ook hier in de kerkzaal. Heren, we leggen het aan u voor. We hebben nergens recht op. Als er iets is, Heren, wat we hiervan moeten leren, dan is het dat het toch, dat we geen rechten hebben. Dat het allemaal genade is, wat we van u ontvangen, ook in het kerkelijk leven.
Heer, wilt u ons die genade weer geven? Doe het niet om ons, maar doe het om de voortgang van uw koninkrijk. Doe het om de voortgang, Heer, van uw werk ook in ons midden en in onze plaats hier in Veenendaal, waar u ons als gemeente een plek hebt gegeven. Heer, wij mogen bidden voor elkaar. We danken u, Heer, dat bij Wouter en Cynthia Verstegen een dochter werd geboren. We danken u dat alles goed is gegaan. Ze na een kort verblijf in het ziekenhuis ook weer naar huis terug konden keren. Heer, wees u bij deze jonge ouders en wilt u hen alles geven wat nodig is in de opvoeding van dat kostbare kind waarvoor u hen nu ouders hebt gemaakt. U heeft het aan hen gegeven, opdat ze daarvoor zouden zorgen. En Heer, dan willen we u ook bidden of u hen de wijsheid wil geven om dat te doen en te kunnen doen. En dat ze dat ook mogen doen in het licht van u en uw woord. Heer, we willen u bidden voor zuster Hoefnagel Post. Nu haar krachten afnemen. Ze ziek werd. Heer, wij bidden u of u bij haar wil zijn. En ook bij haar familie. Nu ze haar niet kunnen bezoeken. Of maar heel weinig kunnen bezoeken. Heer, wat een gemis is dat. Wat is dat akelig. We willen u vragen, Heer, of u verbetering in die situatie wil geven. En wees u met onze zuster, Heer, wanneer wij haar niet meer bereiken kunnen. U kunt dat wel. En u doet het ook met uw woord. U zult haar ziel bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Zo geloven en belijden wij. Heren, we willen u bidden voor onze broeder Paas. Aanstaande dinsdag moet worden geopereerd. Gaat u met hem mee, heren? Operatie die het een en ander aan risico's met zich meebrengt. Wees u bij hem en geeft u hem alles wat nodig is. Boven alles vertrouwen op u. Dat hoe het ook zal gaan, u bij hem bent. En hij op u mag vertrouwen. Heren, wij bidden nu voor families van Beek. Nu er rouw kwam in de familiekring door het overlijden van een broer. Wees u erbij, heren, in dat verdriet. Wilt u vertroosten? Wilt u versterken? Geef dat daar in onze ogen ook mogen gericht worden op u, heren, bij als we worden stilgezet bij de eindigheid van ons aardse leven. Heren, dat we dan het leven van u, Heer Jezus Christus, mogen verwachten en het in u mogen vinden. U die door de dood bent heen gegaan en die leeft tot in eeuwigheid. Heren, wij willen u bidden of u erbij wil zijn bij het afscheid. Wat nu ook zo moeilijk eigenlijk te nemen is in deze omstandigheden. Heren, wij bidden u of u de familie nabij wil zijn in al deze dingen. We willen u bidden voor broeder Van Dijk, die in het ziekenhuis verblijft. Heren, wilt u hem weer herstel geven en geeft dat hij, zoals het de verwachting was, ook inderdaad vandaag naar huis mag terugkeren. En wilt u hem dan thuis ook verder goed en nabij zijn, heren. Zegent u hem samen met zijn vrouw. Geeft dat ze in deze omstandigheden ook door u gedragen worden. Heren, dat willen we ook bidden voor zuster Engelenbos. Nu ze werd overgebracht naar Amerongen, naar het hospice daar. Wij bidden u, heren, wilt u bij haar zijn. In haar ouderdom. Wanneer ze daarin ook merkt dat haar krachten minder worden. Heren, wilt u zich over haar ontfermen? Geef dat ze haar rust mag vinden in u, Heer Jezus Christus. U bent immers de rotssteen waarop wij mogen bouwen. Heren, wij willen u danken voor wat u ons geeft in het kerkelijk leven. Wat u ons ook in het afgelopen seizoen gaf. Als we bij elkaar kwamen, als jeugdclubs of als verenigingen, als bijbelkringen. Hier op allerlei manieren konden we bij elkaar komen en waren er vele maanden aan ons gegeven om dat te kunnen doen.
En ook al kwam er een voortijdig einde aan al die activiteiten, wij danken u, Heere, voor alles wat u gaf. En geef dat het mag bijdragen aan de opbouw van ons geloof. Heere, dat het ons ook aan uw voeten mag brengen als we daar niet verkeren. En dat we ook als gemeente worden gebouwd in dat allerheiligst geloof. En op het fundament dat u gelegd hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u voor wat u daarin gaf. En wij bidden u ook, Heere, als de kerkenraad ook bezig is met het nadenken over hoe dat na de zomer weer zou kunnen. Wat er dan mogelijk is binnen de regels die er zijn, of u ook wijsheid wil geven. En dat we daarin ook zowel bezonnenheid als ook moed zullen hebben. Hierop dat we daarin ook uw zegen mogen ontvangen. We willen u bidden of u uw zegen wil geven bij de bediening van uw woord. Maak het voor ons alle goed en ieder die een taak in deze dienst heeft, wilt u geven wat nodig is. En hoort u naar onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie nog de keer dat jullie leerden fietsen? Misschien dat je dat nog kan herinneren. Eerst op een fiets met van die zijwielen. Nou kon je niet zo gemakkelijk omvallen, hè? Maar op de duur probeerde je het misschien ook wel zonder die zijwielen. En dan rende papa hard mee. Eerst hield hij nog het zadel vast. Maar toen liet hij je los. En misschien merkte je dat niet eens, dat hij je los had gelaten. Maar hij bleef in de buurt. En hij riep, het gaat goed, joh. Gaat heel goed. Doe maar, je kunt het. Ja, jongens en meisjes, als je aan iets nieuws begint, dan is dat vaak een beetje spannend in het begin. En dan is het heel fijn als er iemand is die heel dicht bij je is. Iemand die op je let, die voor je zorgt. Iemand die je ook leert hoe je dat het beste doen kunt. Hè, met fietsen, dan moet je ook leren, hoe moet ik opstappen. Nou, ik denk dat je vader dat of je moeder dat dan ook wel geleerd heeft aan je. Hoe moet je opstappen en vaart maken en hoe moet je trappen staan in het begin. Hè? Maar wij gaan vanmorgen een verhaal uit de Bijbel lezen waarin Jozua ook aan iets nieuws begint. Hij is de leider geworden van het volk Israël. En nou gaan ze zo meteen de Jordaan over, het beloofde land Kanaan binnen. En dan is dat straks allemaal nieuw. Een heel nieuwe periode breekt aan. Wat moet dat spannend zijn geweest voor Jozua? Zal die dat wel kunnen? Om de leider van het volk Israël te zijn. Want nu moeten ze straks ook gaan vechten tegen die sterke mannen die in Kanaan wonen. Maar daar gaat de Heere God, die gaat iets heel moois en belangrijks zeggen. En we gaan dat lezen in Jozua 1, vers 1 tot en met 9. En ik ga nog niet verklappen wat de Heere God nou precies zegt. Lees maar mee, dan ontdek je het vast wel. We lezen gemeente uit Jozua 1, versen 1 tot en met 9. En willen daarna met elkaar gaan zingen uit Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Jozua 1. We volgen dus de serie over Jozua en het volk Israël bij de inneming van het beloofde land Kanaan. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit nemen, laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen,
overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Tot zover. Jongens, meisjes, hebben jullie het gehoord wat de Heere God tegen Jozua zei? Het zijn ook de tekstwoorden voor vanmorgen. Jozua 1, vers 9. Daar staat: wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. De Heere God was bij Jozua en de Israëlieten. Daarover zal het gaan in de preek van morgen. En het thema voor de preek is op de grens van het beloofde land. We letten op een drietal aandachtspunten. Ten eerste de opdracht, ten tweede de belofte en ten derde het gebod. Dus op de grens van het beloofde land, de opdracht, de belofte en het gebod. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, wanneer was het voor het laatst dat u een grenssituatie meemaakte? Met een grenssituatie, daar bedoel ik mee, een moment in je leven, een bepaalde situatie waarin je terechtkomt, waarbij je
beseft en weet, ik sluit nou het oude, het verleden af en ik ga een nieuwe periode binnen. Je kunt dat bijvoorbeeld meemaken als je van baan verandert. Je neemt afscheid op je werk en daar trek je de deur als het ware dicht. En vervolgens zet je je eerste stappen in het kantoor of in het bedrijf waar je dan gaat werken. Of het moment van je huwelijk, dat is ook zo'n grenssituatie. Vanaf die dag ben je aan elkaar verbonden als man en vrouw en ga je samen de toekomst in. Er verandert wat. Voorgoed. Of je wordt voor het eerst vader en moeder. En je beseft als je die kleine baby in je armen hebt, vanaf nu is het nooit meer hetzelfde. Of een grensmoment waarop je aan je verslaving ging werken, de drank liet staan. Of als je op jezelf ging wonen, kamers. Als je erover nadenkt, ons leven is eigenlijk vol met van die grensmomenten. Je laat het oude achter, soms met pijn en verdriet in je hart, soms doe je het ook makkelijk, kun je het zo loslaten. Maar je gaat een nieuw tijdperk binnen. Dat soort momenten zijn voor ons vaak heel spannend. Toen ik en mijn gezin nu bijna 2 jaar geleden verhuisden naar Veenendaal, hadden wij ook zo'n moment. Dan laat je alles achter wat vertrouwd is en dan kom je in een nieuwe omgeving. En daar moet het allemaal nog zijn plek gaan krijgen. Zulke momenten en situaties die kunnen dan ook best een hoop in je losmaken. Twijfel en onrust in je hart, zal het wel lukken? Vind ik wel weer mijn draai in mijn nieuwe baan? Kan ik wel het wel aan om alleen verder te moeten nu mijn man of mijn vrouw is overleden? Hoe moet dat nou met de dingen die hij, die zij altijd regelde? De bankzaken, het onderhoud van de auto of de was, het koken. Je kunt je dan ook allerlei zorgen maken. Zou Jozua daar ook geen last van hebben gehad? Als je Jozua 1 zo leest dan, en je laat het op je inwerken hoe dat geweest is, dan kan het eigenlijk niet anders. Jozua's hart is vol geweest met vragen en twijfels. Anders zou de Heer nooit zo tot hem gesproken hebben zoals die dat hier doet. Het volk Israël staat aan de grens van het beloofde land Kanaan. Ze hebben lange tijd in die woestijn moeten blijven. Nog 40 jaar moesten ze daar blijven, had de Heere God hen laten wachten. Omdat ze hadden getwijfeld aan Gods macht toen de verspieders terug waren gekomen. Ze zouden Kanaan nooit in kunnen nemen, hadden de verspieders gezegd, althans 10 van hen. En vanwege dat ongeloof was die oude generatie in de woestijn gestorven. En Mozes was inmiddels ook gestorven. Maar dan is dat allemaal voorbij. En dan staat het volk klaar om het land binnen te trekken. En dan moet en mag Jozua Mozes gaan opvolgen. Want gemeente, zonder leider gaat het niet. Dat is wel gebleken tijdens de woestijnreis. Dat is ook zoals de Heer in het telkens doet in zijn woord, de Bijbel. Er moet leiding gegeven worden. Leiding aan het volk. Leiding aan de kerk, de gemeente, leiding in de maatschappij. En misschien zegt u, nou ja, waarom moeten we dat nou zo benadrukken vanmorgen? Nou, wij leven in een tijd waarin gezag steeds minder geaccepteerd wordt. Wij zijn allemaal mondige en ontwikkelde mensen. En dat er dan iemand is, of dat er een regering is die boven je staat, die leiding geeft, ja, dat accepteren we niet zomaar. We weten het zelf vaak wel beter. Kijk, gemeente, nou doet het er natuurlijk toe hoe die leiding gegeven wordt. Maar de Heer heeft het nou zo gewild dat er gezagsstructuren zijn. We lazen zojuist het 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ouders die gezag hebben in het gezin. De overheid die eerbied moet ontvangen. Voor wie je moet bidden, zegt Paulus. Ouderlingen en diakenen die worden aangesteld in de eerste christengemeente om leiding te geven. En je mag je dan ook laten leiden. Niet slaafs en gedwee, maar met respect
voor hen die over je gesteld zijn. Zo wil de Heere je ook zegenen. Dat is iets goeds. En gemeente, nou moet Jozua dus die plek van Mozes in gaan nemen. En in vers 1 en 2 lezen we de opdracht van de Heere daartoe. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan, sta op, steek deze Jordaan over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Weet je, wat moet dat met Jozua gedaan hebben? Dat de Heere God dit tegen hem zegt. Natuurlijk, dat komt niet helemaal onverwachts. In nummer 27 kunt u lezen dat Jozua al als opvolger van Mozes werd aangewezen. En jarenlang, we hebben er vorige week wat van gehoord, jarenlang heeft Jozua ook in de directe nabijheid van Mozes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen in zijn rol. Maar toch, nu gaat het echt gebeuren. Nu moet hij daadwerkelijk de leiding ook gaan nemen. Weet, het is alsof je je rijbewijs gehaald hebt. En al die tijd dat je dat leerde, dan zat er iemand naast je in de auto en ja, die had ook alle pedalen, die kon ingrijpen als het nodig was. Maar dan heb je op een gegeven moment je rijbewijs gehaald en dan stap je voor de eerste keer zelf alleen in de auto. Ja, en dan moet je het zelf gaan doen. Dat is een hele stap. Dan voel je van ja, nou heb ik die verantwoordelijkheid, dat ligt nu op mijn schouders. Zonder hulp. En let wel gemeente, in het geval van Jozua gaat het niet alleen maar om het nemen van menselijke verantwoordelijkheden. Nee, Mozes was meer dan alleen maar een leider van het volk. Hij was ook de middelaar. Als een profeet tussen God en het volk in. Als een priester. Hij was als het ware de verbinding tussen de Heere en de Israëlieten. De ene keer dan hoor je Mozes bidden en smeken namens het volk voor Gods troon. Heere, reken ons onze zonden niet toe. En een volgend moment dan staat Mozes op de berg Sinaï, waar de Heere hem de geboden geeft. En dan moet Mozes die naar beneden gaan nemen en zijn namens de Heere aan het volk bekendmaken. De ene keer treedt hij op namens het volk bij God en een andere keer treedt hij namens de Heere op bij het volk. Dat is de rol, de betekenis van Mozes. En nou moet Jozua dat gaan doen. Gemeente, wat een opdracht is dat. Hoe moet hij dat gaan volbrengen? Jozua die weet zelf hoe Kanaan eruit ziet. Hij is er als verspieder al geweest. Hij heeft die versterkte steden gezien. Hij heeft gezien wat voor reuzen er wonen, de Enakieten. Sterke strijders. En zeker hij heeft met Caleb getuigd. Als de Heere ons genegen is, dan zal hij ons in dat land brengen en het aan ons geven. Maar gemeente, dat kun je zeggen en beleiden. Maar nu moet hij de daad ook bij het woord voegen. Nu komt het erop aan. Jozua die beseft, gemeente, het verleden, dat is geweest. We hebben in de woestijn zoveel tekenen van Gods bijzondere genade en zorg ontvangen. Maar teren op het verleden, ja, dat kun je straks niet als je moet vechten. Dan moet de Heere God het opnieuw doen. Dan moet hij opnieuw zijn macht, zijn majesteit laten zien. En hij, Jozua, hij moet het volk erin voorgaan. Ook in dat geloofsvertrouwen. Dat ze dat land binnen gaan trekken en het lijkt een onmogelijke onderneming, gedoemd te mislukken. Israëlieten zijn helemaal geen strijders, dat zijn woestijnreizigers. Maar dat je het toch gaat doen, omdat je gelooft, omdat je het in geloof mag weten, de Heere is met ons. Hij gaat mee. Want als je voor een grote taak staat, dan kun je je soms afvragen, hoe moet dit gaan gebeuren? Misschien is dat een taak waartoe de Heere je roept, met het oog op zijn koninkrijk. Taak in het ambt, of je wordt gevraagd voor een taak in de gemeente. Maar het kan ook gewoon op je werk of in je gezin of in je familie zijn, iets wat op je weg komt. En,
en iets waartoe je je geroepen weet. Misschien dat het ook wel iets is waar je eigenlijk al lang over na had gedacht, maar wat op een zeker moment opeens echt op je afkomt. Dat je denkt, nou moet ik het misschien toch echt eens goed maken. Met die ene waarmee het eigenlijk nog steeds niet goed gekomen is. Of nou moet ik eigenlijk toch eens hulp zoeken bij dat probleem. Moet het eens aanpakken. Maar dan ondertussen voel je wel de vraag meteen in je opkomen, ja, maar hoe dan? En waarom komen ze nou bij mij uit voor die taak? Waarom vragen ze mij ervoor? Als het iets is wat je ook beleeft, als dat God je ertoe roept, de vraag, Heere God, waarom legt u dat nou bij mij neer? Waarom legt u dat nou op mijn weg? En je voelt je er misschien helemaal niet klaar voor. En toch wordt het van je gevraagd. Nou, wat doe je dan, gemeente? Hoe gaat u daar dan mee om? Kijk je dan naar je eigen kracht, je eigen kunde en meet je daaraan af of je het gaat doen of niet? Wat als Jozua dat had gedaan? De Heere God zegt tegen Jozua, Jozua, je moet de Jordaan over. Nu moet je leider zijn. Dat Jozua dan had gezegd, ja, wacht even, nog even niet. Die 40 jaar, dat was nog niet genoeg. Ik heb nog een paar jaar nodig. Nee, dat mag hij niet zeggen. Hij moet gehoorzamen. Weet je, wat doen we? Kijken we naar onze eigen kracht? Meet je als het ware of je het misschien aan zou kunnen en zo niet, dan probeer je er maar onderuit te komen. Weet je, natuurlijk, we moeten ons ook bewust zijn van waar onze gaven en talenten liggen. Maar het zal ons geen rust geven als we zo in het leven staan. Als we het bij onszelf zoeken. Of bij mensen zoek. Nee, gemeente, er is een God waarop je een beroep mag doen. Dat brengt ons bij het tweede, de belofte. Is het u opgevallen tijdens het Bijbellezen zojuist? Dat de Heere God nou bij die opdracht die hij aan Jozua geeft, meteen zijn belofte meegeeft. Dat zit al in vers 2. Als de Heere Jozua de opdracht geeft, dan staat er het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Moet u even goed lezen hoe dat daar staat. Dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Jozua die moet dus weten, Jozua, jij bent leider, maar het is niet jouw werk. Dit is mijn werk. Ik ga de Israëlieten dit land geven. En vers 3... Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Heb ik u gegeven. Dat is dus geen toekomst. Niet ga ik u geven, nee. Het staat er hier alsof het allemaal al gebeurd is. Alsof het allemaal al achter de rug is. Maar hoe kan dat? Hoe kan de Heere God het nou op die manier tegen Jozua zeggen? Nou, dat is omdat Gods raad onveranderlijk is. En omdat zijn trouw onverbrekelijk is. Hij gaat doen wat hij heeft beloofd. En voor de Heere is dat dan ook alsof het allemaal al achter de rug is. Want hij staat er zelf voor in. En vers 5. Jozua hoeft het niet in eigen kracht te doen. Hij hoeft er niet aan te twijfelen of de Heere wel tot hem zal spreken zoals hij met Mozes sprak. Nee. Jozua, als je dat ingewikkeld vindt, dat jij nu in de plek van Mozes moet komen, ook tussen mij en het volk in. De Heere zegt het tegen hem, zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Met u zijn. En dan vervolgens staat er in vers 6, 7 en 9, tot 3 keer toe, wees sterk en moedig. Vers 9, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Kijk gemeente, dat heeft nou een leider nodig. Sterkte en moed. Een leider moet niet iemand zijn die bij de minste tegenslag door de knieën zakt. Hij moet kracht hebben om staande te blijven. Hij moet ook moed hebben om problemen aan te pakken. Om voor belemmeringen niet uit de weg te gaan. Voor vijanden niet bang te zijn. Als Jozua zwak zou zijn, nou dan komt er van de inname van Kanaan niks terecht. Als Jozua moedeloos is, als hij het hoofd laat hangen, dan gaan de Israëlieten dat ook doen. Dan worden zij ook moedeloos. Hij moet krachtig zijn en moedig.
Ja, niet in zichzelf. Want het gaat er niet om dat de Heere tegen Jozua nou zegt van, joh, Jozua, nou moet je wel een beetje zelfvertrouwen hebben hoor. Je kunt het best. Nee, gemeente, Jozua's vertrouwen, dat kan alleen maar een vertrouwen op God zijn. Niet op hemzelf. Hij kan alleen als een sterke en moedige leider het volk voorgaan, omdat hij weet, de Heere is met mij. Hij zal het doen. Maar mogen wij dat nou ook zeggen? Stel, je maakt promotie op je werk, je krijgt meer verantwoordelijkheid. Of je begint een eigen bedrijf, of je gaat voor het eerst aan het werk. Mag je dan die woorden van Jozua, mag je die dan tot die van jezelf maken? Mag je dan zeggen, de Heere zal met me zijn. Ik ga daar moedig en vol kracht mijn taak opvatten. Kijk, hier in Jozua 1 gaat het over de heilsgeschiedenis. De Heere is op weg om zijn heil te laten komen in deze wereld. En daarvoor brengt hij Israël naar het beloofde land Kanaan, waar straks de Messias geboren zal worden. Eigenlijk staat de verovering van Kanaan, we zullen dat later nog wel meer zien in deze prekenserie, eigenlijk staat de verovering van Kanaan in het teken daarvan. Van zijn raad. Zijn hogere plan. Maar betekent dat dan dat deze belofte alleen maar toen en daar golden? Of gelden ze ook voor ons vandaag? Nou, weet u, gemeente, zeggen, de Heere is met me. Ik zal daarom moedig en vol kracht mijn taak opvatten. Dat is iets wat u bij alles mag zeggen, waarvoor de Heere in de Bijbel een belofte heeft gegeven. Dat herhaal ik even. Zeggen, de Heere is met me, ik mag moedig en krachtig zijn in de taak die ik krijg. Dat mag u voor alles zeggen waarvoor de Heere in de Bijbel een belofte heeft gegeven. Alles dus wat in overeenstemming is met zijn raad, zijn wil, zijn bedoeling. Met wat hij belooft. Dus als je zegt, ik ga scheiden, want ik ben uitgekeken op mijn man, mijn vrouw, het gaat niet meer zo goed. Dan is het onmogelijk te zeggen, de Heere zal wel met me zijn. Want het gaat immers in tegen Gods eigen bedoeling. Maar als je gaat trouwen, en je vindt het misschien wel heel spannend allemaal, dan mag je zeggen, de Heere zal met me zijn, zal met ons zijn. Ik kan moedig en krachtig zijn, want de Heere heeft het huwelijk immers gegeven. Hij wil er zijn zegen aan verbinden. En op je werk, bij dat voorbeeld van daarnet? Nou, heeft de Heer Jezus niet gezegd dat wij al onze zorgen op hem mogen werpen? En dan gaat het niet alleen maar om de dingen van de geest en van het geloof. Dan gaat het ook gewoon over uw dagelijkse leven. Dat we niet bang hoeven te zijn over wat we eten of drinken zullen, waarmee we ons zullen kleden. Mag je vanuit die belofte dat hij zorgt niet zeggen, wilt u ook hiervoor zorgen? En dat de Heer met je is. Dat je het hem voorlegt in je gebed. Maar ook in vertrouwen je weg dan gaat. En als het gaat over corona. Dat virus dat rondwaart. En waar je misschien ook wel heel erg bang voor kunt zijn. Zo bang dat u misschien wel niet de deur uit durft. Wat misschien wel maakt dat je terughoudend bent. U mag het u dan eigen maken, gemeente. Wees sterk en moedig. De Heere, uw God, is met u. O, zeker niet onbesuisd. Maar wil hij niet juist ook bescherming geven? Ook in de samenkomst van de gemeente is een zegen geven. Weet je, was het heerlijk als we hier mogen beseffen. De Heere weet van Jozua's knikkende knieën af. Daarom staan al die woorden, ik zal het doen. Daarom is het dat voortdurende refrein. Wees sterk en moedig, Jozua. Hij weet van onze angsten, van onze aarzelingen af. En ongevraagd speelt hij erop in. Nu Jozua voor die enorme opdracht staat, verzekert de Heer hem, ik ga mee, Jozua.
Vrees niet, schrik niet. Vertrouw op mij. Laat je door mij leiden. Want dan komen we ook bij het derde, het gebod. Wees sterk en moedig, want ik ben met u overal waar u gaat, gemeente. Dat is geen vrijbrief. Om dan met een beroep op Gods goedkeuring onze eigen weg te kunnen kiezen. Zeker, de Heere is met Jozua overal waar hij gaat. Maar ik zei net al, die belofte die geldt voor alles wat in overeenstemming is met zijn wil. Zoals die geopenbaard is in de Bijbel. Het geldt voor alles wat in overeenstemming is ook met zijn gebod. In vers 7 staat het zo. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet. Wijk daar niet van af, naar rechts of links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Overal waar je gaat, is de Heere met je, Jozua. Maar overal waar je gaat, geldt ook zijn wet. Gemeente, belofte en gebod, die horen bij elkaar. Gods zegen mag je verwachten als je de Heer Jezus volgt, als je hem zoekt in je leven. Als je hem zoekt te dienen en zoekt zijn wil te doen. Maar Gods wil en wet moet daarin dus leidend zijn. Dus als je die taak op je neemt, waar je misschien heel erg tegenop ziet, dan mag je dat doen met moed en kracht, dat de Heere bij je is. Maar dat betekent dan ook iets voor de manier waarop je die taak gaat uitvoeren. Namelijk dat je dat doet in navolging van Christus. Dan kan het dus niet zo zijn dat je met list en bedrog en oneerlijkheid iets voor elkaar probeert te krijgen. Met de Jozua en het volk Israël, ze mogen zich verzekerd weten van Gods leiding en zorg voor een onzekere en onbekende toekomst, als ze gaan in het spoor van Gods geboden. Dat je zo je leven inricht, dat het beantwoordt aan wat de Heere van je vraagt. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kun je dat nou in de praktijk doen? Nou, er worden hier vier dingen genoemd en ik wil ze met u langsgaan. Ten eerste moet Jozua Gods wet overdenken. Vers 8, dit boek van met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Overdenken, dat wil zeggen, je maakt er tijd voor. Je gaat er eens voor zitten. Je laat je ermee vullen, je laat je ermee confronteren. Weet je, dat gebeurt bij uitstek in de kerkdiensten. Dan mogen we Gods wil en woord tot ons laten komen. Dan word je erbij stilgezet. Wat zijn bedoeling is, wat zijn raad is, wat zijn belofte is ook. Maar gemeente, ook door de week mogen we doen. En we hebben dat in het afgelopen seizoen mogen doen. In het verenigingsseizoen, ook al was dat korter dan we gewend zijn. Normaal gesproken tot juni, nu tot ergens maart. Maar we hebben het mogen doen en we hebben er veel van de Heere in ontvangen. Momenten waarop je met die wil van God bezig mag zijn, die ons geopenbaard wordt in zijn woord. Meten, doet u dat ook? Maakt u daar tijd voor, ook nu, juist in deze tijd, waarin heel veel stil ligt en we de dienst op afstand veelal mee moeten maken. Valt soms niet mee misschien, om met aandacht Gods woord tot je te nemen. En tot je te laten komen. Om die twee momenten te hebben op de zondag. Waarop je heel bewust tijd vrijmaakt. Tijd heiligt. Om daarmee bezig te zijn. Maar gemeente, laten we geen excuses zoeken. Zo van, het is nu al eenmaal zo. Laat maar even. Nee, u heeft het nodig. Om te kunnen gaan in Gods spoor, opdat Hij je ook zijn zegen mag geven, dan moet je dat spoor ook gewezen krijgen. En alleen in dat spoor is zegen te verwachten. Wat denkt u? Zou Jozua tijd hebben om zich met Gods wet bezig te houden? Hij staat aan het hoofd van een
600.000 koppig volk. En als ze straks de Jordaan overgaan, dan moeten ze gaan vechten. Jozua die kan een heleboel bezwaren aandragen. Ik heb nu geen tijd voor mijn Bijbel. In mijn hoofd ben ik nu met andere dingen bezig. Maar zou dat nou juist niet de reden zijn? Dat de Heer het hier zo nadrukkelijk zegt. Jozua, overdenk mijn wet, dag en nacht. Laat je door mijn woord en mijn wil leiden. Maak er tijd voor. Je zult erdoor gezegend worden. Het is goed voor je ziel. Het is goed voor je leven. Het is goed voor deze wereld, gemeente. Gods geboden zijn goed. En ten tweede laat je er ook door leiden, want Jozua die moet ook gehoorzamen. Het moet niet iets zijn dat hij hoort, dat hij daarmee bezig is, hij overdenkt het. En dan vervolgens dan glijdt het van hem af en dan gaat hij weer zijn eigen weg. Nee, het moet praktijk worden. Maar zo kan het soms zijn bij ons. Dan hoor je een preek of dan heb je een stukje gelezen in je Bijbel en dan is het alsof het levende water van Gods woord dan over de grond van je leven loopt. Maar die grond is kennelijk zo hard en droog dat het water er overheen loopt. En er niet echt in kan dringen. Zo kan het ook bij ons gaan. Als we luisteren naar Gods woord, dan zeker als je dat lange tijd misschien wel niet hebt gedaan. Dan kan het zijn in het begin dat als je weer met aandacht de Heere zoekt, dat het levende water van Gods woord niet echt tot je doordringt, niet echt tot je spreekt. Zoals je dat nu op dit moment ook kan zien in de tuin, als het lang droog is geweest, dan is één regenbui vaak niet genoeg. Dan moet het langer regenen, wil de grond weer week worden en het vocht weer goed in zich op kunnen nemen. Nou gemeente, wil je hart weer week worden? Wil het weer zo zijn dat je dicht bij de Heer mag leven? En dat het woord van God zijn vruchten draagt in je leven? Als u lange tijd God kwijt bent. Als u moet zeggen dat je Bijbel lezen je niks doet. En de preken die je hoort langs je heen gaan. Gemeente, geef niet op. Zoek hem. Laat meer levend water mogen vallen op de akker van je hart. Want als je gedrenkt wordt in zijn woord, dan zorgt hij zelf voor de vrucht. Dan ontvang je moed en krachten voor hen die op hem wachten. Dan mag je weten dat hij je tot gehoorzaamheid zal brengen. En ten derde, voor het gehoorzamen aan Gods wet, gemeente, is ook moed nodig. Bijzonder is het hoe dat staat in vers 7. Daar verbindt de Heere dat sterk en moedig zijn van Jozua aan de opdracht om Gods wet te gehoorzamen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet. Gemeente, is er moed voor nodig om Gods wet te gehoorzamen? Ja. Want die wet die vraagt ons keuzes te maken en overtuigingen te hebben en die uit te dragen, die niet populair zijn. Neem bijvoorbeeld de Bijbelse visie op homoseksualiteit. Als je een seksuele gerichtheid hebt op hetzelfde geslacht, dan mag je er voluit zijn. En tegelijkertijd wordt in de Bijbel duidelijk dat een uitleving van die gerichtheid zonde is. Dat is niet zoals de Heere het bedoeld heeft. Dat is niet naar de mening van zijn goede wet. Juist deze week was in het nieuws dat het wel eens zo zou kunnen worden dat je in Nederland dit niet meer zou mogen zeggen. Ook niet in een kerk. Laten we hopen en bidden dat het zover niet zal komen, maar dat er ruimte blijft voor dit Bijbels getuigenis. Want dat moet blijven klinken. Want daarvan belijden we toch. En ervaren we toch. Dat alleen dat leven en zegen geeft. Dat je daar
moedig en krachtig je ankerpunt mag vinden bij de Heere in zijn woord. Maar ja, dan is er dus moed voor nodig. Moed om je homoseksuele gevoelens zo een plek te vinden, om daar zo mee om te kunnen gaan, te mogen gaan, door Gods genade. Om zo ook als kerk in de maatschappij te staan. Niet zelden met een tegengestelde boodschap aan dat wat gepreekt wordt in de wereld. Televisie, in krant, in de politiek. Maar durven we dat? Of willen we die smaad niet dragen? Gemeente Israël komt straks in Kanaan. En dan zal blijken dat de afgodendienst heel wat anders is dan de dienst aan de levende God. En het zal voor de Israëlieten een voortdurende verleiding blijven. Om daar toch aan mee te gaan doen. Maar daarom zegt de Heere nu al, nu ze op de drempel staan van het beloofde land, tegen Jozua en via hem tegen de Israëlieten: wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel mijn wet. Gemeente, durven we het? Ook als kerk vandaag. Het lijkt alsof er steeds meer moed nodig is. Om steeds meer die kracht in de Heere te vinden. Maar geldt ook dan juist niet zijn belofte. De Heere uw God is met u. Overal waar u heen gaat. En dan kun je ook zegen verwachten. Want dat is het vierde vers 8. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Gemeente, in het houden van Gods geboden ligt grote loon, zingt de psalm. Ja, niet dat je je zaligheid ermee verdient. Dat zou wel zo zijn als we Gods wet volkomen konden houden. Maar dat kunnen we niet. Nee, we hebben daarom juist die meerdere Jozua nodig. Die eigenlijk ook Jozua heet. Het is een andere schrijfwijze van dezelfde naam. Jezus, de Heere redt. De Heere geeft heil, geeft zaligheid. Ja, dat is Hij, Jezus, die voor onze zonden stierf. En die opstond uit het graf. En die ons nu zijn geest gegeven heeft. Opdat we met die geest vervuld ons zouden richten naar zijn woord en zijn wet. Gemeente, wie dat doet, die mag zegen verwachten. Als je zo op de grens staat, in de grenssituatie, en je gaat een nieuwe periode in, en je doet dat vanuit dit geloof, vanuit deze houding van afhankelijkheid en zekerheid, vanuit sterkte en moed, niet in jezelf, maar in Hem, dan mag je zegen verwachten. Want dan gaat Hij zelf, de Heere, met je mee. Ja, dan gaat Hij zelfs voorop. Geeft dat geen moed? Geeft dat geen kracht? Gemeente, het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Zingt u het dan mee in uw hart? Of thuis ook, hardop. Loof dan God. Elk moet Hem vrezen. Amen. Thank you.
tijd laten we nu danken en bidden. Heer, wij danken u dat u ons sterkte wil geven en dat u ons moed wil geven. U wilt ons sterk maken in u, Heer. Niet in onszelf, niet in eigen kracht, niet in menselijke beheersing, maar in u. Heren, dat moeten we leren. Want wij zoeken vaak onze zekerheid en onze sterkte in onszelf. En dan zorgen we ervoor, Heren, dat we eerst zelf alles in orde hebben. Voordat we het aandurven. Heren, leer ons om op u te vertrouwen. Vergeeft u, Heren, ons daarin ons ongeloof, ons klein geloof. En doe ons zien op u, de Heiland, die voorgaat. We danken u dat we uw woord zo mochten horen vanmorgen. En wij willen u bidden of u wil zijn bij hen die grenssituatie nog kort geleden hebben meegemaakt. Of als we dat nu misschien op dit moment wel opstaan. Heren, wij willen u bidden om licht op onze levensweg. En boven alles dit licht, Heer. Dat we in geloof, vanuit vertrouwen, die dingen beleven en beleven kunnen. Schenkt u ons dan dat geloof en dat vertrouwen, Heer. Werk het door uw geest in ons hart. En we danken u dat u door uw woord dat ook vanmorgen wilde doen. Dat we niet maar voor eigen rekening leven, op eigen kosten. Maar dat we leven voor uw aangezicht. En Heren, we willen u danken dat we zo uw woord mochten ontvangen. In het midden van de gemeente, hier in de kerk en bij ons thuis. Zegent u ons op deze dag. Maak het voor ons allen goed. En draag ons door het woord van uw kracht. Wij danken u, Heren, voor uw trouw die u betoont, die u ook betoond hebt in het verleden. Heren, weest u zo ook met ons. U kent ons in onze omstandigheden. Wij willen u bidden, Heren, voor hen die het moeilijk hebben. Als we te maken hebben met zorgen in het leven. Wij willen u ook bidden, Heren, voor hen die worstelen met een homoseksuele geaardheid. Wij willen u vragen, Heren, of u hen ook wil leren wat u van hen vraagt, maar ook boven alles kracht wil geven om dat te kunnen dragen. Heren, wilt u geven dat ze veel mensen om hen heen zullen hebben, die hen steunen, die voor hen bidden. Heren, wij willen u vragen of u ons als gemeente aan elkaar wil verbinden en wil blijven verbinden. Ook als we elkaar al geruime tijd niet meer hebben ontmoet, hier in de kerk. We willen u bidden of u ons eenheid wil geven in uzelf. Door de kracht van uw geest geef dat we die verbondenheid ook mogen ervaren. Ook al is die nu op afstand. Wilt u met ons meegaan als we zo meteen naar huis gaan? Zegen ons deze zondag. Vergeeft u al onze zonden, wat niet is geweest naar uw wil. In spreken en in luisteren. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij gaan tot slot met elkaar zingen uit Psalm 37, daarvan het derde vers, Psalm 37, vers 3 zingen wij. Normaal gesproken krijgt u op dit moment de gelegenheid om uw gaven te geven. U kunt dat nu op andere wijze doen, zoals in beeld zal komen en ook op de zondagsbrief staat aangegeven.
Psalm 37, vers 3. Geen ijdele zorg door u van het heilspoor dwalen houdt in uw weg. Het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.